Huisgerookte zalm, onze carpaccio. En we hebben het allerleukste team en het verrassendste gerecht. Hoi, we zijn met de basjefruit terug. We zijn voor jullie klaar vanavond. Wij maken speciaal voor jullie een jackfruit, pulled chicken, baskebab en falafel. Alles twee zijn vegan. We gaan niet voor de winst, maar we gaan voor lekker eten. Wij zijn van Vork Vers Friet en Burgers. Wij verkopen de lekkerste friet van Nederland. Ik wou woede zeggen, maar het is gewoon Nederland. En waarom moeten wij winnen? Ja, we hoeven eigenlijk niet meer te winnen, want we hebben 2017 al gewonnen. Maar ja, ik wil gewoon dat iedereen hier gezellig een patatje komt eten en geniet van de gezelligheid op het veld. Dus ja, that's it. Een hele fijne avond. We zijn van Brownies en Downies. We zijn hier met Brownies. De lekkerste brownies van Woerden. En waarom we moeten winnen? We hebben dit jaar een keer niet gewonnen, dus bij deze hopen we te winnen. Wij zijn de combinatie van Midas Catering en Midas Woerden. Wij verkopen hier broodjes pulled pork en een veganistische variant pulled jackfruit. En wij moeten winnen omdat we duidelijk het gezelligste team van Woerden zijn. Hey! Nou, goedenavond. Wij zijn van de Woerdenaar, team de Woerdenaar. En we staan hier met heel plezier op de Woerden vakantieweek. We hebben heerlijke ham van eend, eendenborst en we hebben een heerlijke watermeloen, 24 uur gemarineerd in ponsel. En waarom ik vind dat wij moeten winnen, omdat we natuurlijk niks voor niks de Woerdenaar heten. Dus ja, dan hoort eigenlijk de eerste prijs wel bij ons te komen. Wij zijn bakkerij Versluis uit Woerden. En wij maken de lekkerste dingen van Woerden, zoals lekkere roombroodjes, slofjes met verse aardbeien en slagroom, lekkere muffins voor de kinderen, met leuke dingetjes erop. En ja, het is gewoon het lekkerste wat er is. Gewoon even naar Bakkerij Versluis. Ja, daar zijn we weer. El Rey. We zijn weer terug uiteraard met het lekkerste soulfood van Woerden, zoals we dat ieder jaar eigenlijk doen met Vermaak met Smaak. We waren even 2 jaar niet, dus we hebben extra hard kunnen oefenen dit jaar. Fried chicken, patatas brava, Surinaamse thee, 2 typen spare ribs. En ja, dan is natuurlijk de vraag, gaan we winnen dit jaar? Daar doen we het eigenlijk niet voor. We gaan natuurlijk maximaal voor iedereen tevreden te maken. Maar waarom zouden we kunnen winnen dit jaar? 10e keer El Rey op de Woerdense vakantieweek. Jubileumpje, dus dat mag wat waard zijn. En we hebben een Dr. Pepper jalapeno spare rib, uniek in Woerden. Dus wie weet maken we een kans. Maar we gaan in ieder geval heel veel mensen blij maken vanavond. Wij zijn bezorgrestaurants, nieuw in Woerden. Wij bezorgen bij iedereen thuis lekker warm en op tijd. En wat bijzonder aan ons is, is dat wij 6 keukens hebben hier in Woerden. 6 eigen keukens hebben wij gebouwd op 1 locatie. Waardoor je bij ons pizza kan bestellen, burgers, pokeballs, vegetarisch gerechten, wereldkeuken, noem maar op. Ik denk niet dat wij de prijs voor de beste pagode winnen. Want we hebben hele mooie locaties gezien hier. Maar wij willen graag dat onze gasten die thuis bij ons bestellen de grote winnaars zijn door altijd lekker warm en op tijd eten van ons te krijgen. Hi en welkom bij Vermaak met Smaak. Wij zijn van team Viviamo en we hebben 2 hele lekkere gerechten vandaag. We hebben een ravioli gevuld met limoen, ricotta, eroverheen salieboter en groene asperges. En we hebben een gevuld zoet koekje, een cannoli uit Sicilië, ook gevuld met limoncello en natuurlijk onze huisgemaakte limoncello. En waarom wij moeten winnen? We zijn in 2016 winnaar geworden en we vinden dat we dit jaar wel weer verdienen omdat het super lekker is en de stand ziet er goed uit. Wij zijn Foodpartners, zijn de hofleverancier, we sponsoren ook de hele avond. Wij hebben vandaag een lekkere Woerdense 650 jaar kaaskroket. En we hebben een broodje beenham. En we hebben als dessert een sinaasappelbombe. En we gaan het winnen met de Woerdense kaaskroket. Uniek en heerlijk. Hi, wij zijn restaurant Het Rijk. Wij staan op Vermaak met Smaak vandaag met heerlijke gerechten van onze eigen smoker. Misschien zie je hem hierachter nog staan een beetje. We hebben heerlijke gegrilde zalm, brisket en halloumi. En heerlijke gegrilde blondie met verse Hollandse aardbeidjes. Waarom moeten wij winnen? Omdat we in 2019 tweede zijn geworden. Dus we gaan nu voor de winst. Nou, wij zijn Lekkers, marktslagerij en traiteur. We hebben een wagen waar we mee op de markt staan in Linschoten elke vrijdag. En we hebben een cateringtak. En wij gaan winnen vandaag
omdat we hele lekkere producten hebben die we allemaal zelf maken en we wensen iedereen een heel leuk bezoek. Wij zijn Carré Patisserie. Wij verkopen fruitschap, cheesecake en cupcakes. Wij moeten winnen omdat wij de beste zijn. Wij zijn restaurant De Kade Woerden en wij verkopen een patatje rendang. En wij moeten winnen omdat wij het kindvriendelijkste restaurant van Woerden zijn. Wij zijn Bistro De Liefhebber uit Kamerik en wij verkopen vanavond vlamkoeken met serrano ham, een kok De Liefhebber en een broodje pool chicken. En wij komen vandaag als nieuwe aanwinst in de omgeving en we laten iedereen graag heel erg graag kennis maken met ons. Hallo allemaal, wij zijn de Truffel. We hebben heerlijke aardbeien met slag om chocola en zakjes vol heerlijke zoete lekkernijen. En een Woerdense vakantieweek vermaakt met smaak moet je afsluiten met aardbeidjes met lekkere chocola. Ik ben Bas van Soepel, de soep- en saladebar. We zijn net een jaar open in Woerden. We verkopen verse soepen en verse salades, elke week wat anders. Waar we moeten winnen, denk ik vandaag, dus we hebben ontzettend veel ons best gedaan om heerlijke soepjes te maken voor iedereen in Woerden en lekkere salades uiteraard. Veel moeite gestopt in de stand om lekker een beetje een huiskamergevoel te creëren en dat is wat we graag willen overbrengen. Wij staan hier vanavond bij Vermaak met Smaak met Grand Café Plein 7 hier uit Woerden. Wij hebben twee heerlijke gerechtjes vanavond voor u. Dat is huisgerookte zalm en heerlijke maishoender van de barbecue. Die we lekker staan te grillen. En ja, ik zou zeggen, Plein 7 gaat winnen vanavond. Omdat wij alles zelf vers maken en al jaren meedoen hier op het veld. Dus kom naar Plein 7. Hi, goedenavond. Wij zijn Sakura Sushi. We zijn nu al 9 jaar in bestaan en wij zijn te vinden op de Nieuwe Straat en op de Voorstraat met onze afhaal en ons restaurant. We hebben heerlijke verse sushi en we verkopen ook nog losse lekker warme bijgerechten. Kom ons vinden op het Woerdense Vakantieweek of in ons afhaal of in ons restaurant. Nou, wij zijn Mr. Woodrope Vegan Bakery. Wij hebben een hele hoop lekkere desserts. Ze zijn allemaal veganistisch, maar dat ga je niet proeven. Ze zijn nog lekkerder dan gewone. En ik hoop dat je dat bij ons komt proeven. Ja, en waarom wij gaan winnen? We hebben gewoon het lekkerste en we hebben het minste ervoor gedaan als het gaat om dierenleed. En daar doen we het voor. Hier bij Tante Truus hebben we het allerleukste restaurant voor kinderen hier in Woerden. Met de allerlekkerste pannenkoeken en de allerlekkerste vlamkoeken. En daarom gaan wij vanavond winnen.